Heb jij hier al eens over nagedacht? Hoe kan Sinterklaas alle pakjes van alle kindjes in één nacht ronddelen? Wel, vanaf 13 november tot 9 december kan je meer te weten komen in het supergeheime depot van Sinterklaas in het Speelgoedmuseum in Mechelen. Hey, hallo. Ik moet jullie eigenlijk iets vertellen. Niemand weet het, maar het Speelgoedmuseum heeft hier eigenlijk al jaren een groot geheim. Het is namelijk zo dat als Sinterklaas in België is, dat hij al jaren vanuit het Speelgoedmuseum werkt. Hij heeft hier een gigantisch groot depot waar allemaal speelgoed staat. Ik heb zelf nog nooit zoveel speelgoed bij elkaar gezien. Daar staan snoepjes, koeken, die worden hier allemaal klaargemaakt door zijn zwarte pieten. Nu, het is een geheim, want we hebben het nooit mogen vertellen. We hebben jaren aan Sinterklaas gevraagd van Sinterklaas, mogen we jouw depot eens aan de mensen tonen? Mensen willen dat zien hoe jij werkt. En elke keer was zijn antwoord, nee, dat wil ik niet. Ik ben hier in België om te werken. Ik wil de cadeautjes allemaal tijdig bij de kindjes krijgen, dus nee. Nu, we hebben dat uiteraard dit jaar opnieuw gevraagd, omdat het zoiets leuk is om te zien. En omdat het Speelgoedmuseum dit jaar 30 jaar bestaat, mag het. Hij heeft zijn toestemming gegeven. Oké, eenmalig, omdat jullie 30 jaar bestaan, mogen jullie de kinderen uitnodigen. En ik weet niet of jullie het al gezien hebben, maar de kinderen beginnen nu al brieven te sturen aan Sinterklaas. Dat beginnen hier overal al binnen te komen. En we gaan proberen om alles in het werk te stellen om de Sint goed te ontvangen. En we hopen dat jullie eens komen kijken naar het mooie depot van Sinterklaas. Wij Pieten zijn eigenlijk heel blij dat eindelijk het depot van de Sint opengesteld wordt voor het publiek. We zijn er al jaren op aan het wachten. En nu mogen we eindelijk laten zien wat wij Pieten allemaal doen. Want de kinderen krijgen de pakjes in hun schoorsteen, maar weten eigenlijk niet hoe hard dat wij werken. En we willen dat laten zien door het depot open te stellen. En er zijn opdrachten die de Pieten dagelijks doen, die dat de kinderen zelf ook kunnen proberen. Dus kom zeker eens kijken. Alvast tot in het Speelgoedmuseum. Dag!